mobiel bellen. Mobiel bellen, die tractor. Ja, en de bestuurder van de tractor is de klos. Dag meneer. Goedendag. Koets is mijn naam, verkeershandhaving Groningen. We laten u stoppen omdat u aan het rijden bent en ook aan het bellen bent. Ja, althans, dat was u aan het doen. Dat klopt. Dat mag niet, hè? U krijgt daar een bekeuring voor. Ik pak even een boekje, moment hoor. En behalve dat de gegevens van de overtreder in het boekje opgeschreven worden, staan daar ook alle verkeersovertredingen in. Keurig netjes op volgorde en op categorie gerangschikt. En wat blijkt, althans zo lijkt het nu even, de bestuurder van de tractor krijgt geen bekeuring. Gezien, maar we konden niet zo gauw vandaan. Maar wij vandaan kwamen? Uit de luchtval? Nee. Maar een ander verhaal. Wij hebben ook weer wat geleerd. Volgens ons boekje kunnen wij helemaal niet voor bekeuren voor een landbouwtrekker die aan het bellen is. Dat bevreemde ons. Ja, dat heb ik echt geluk. Ja, heb u geluk. Als het niet staat dat het fout is, dan kunnen we het ook niet anders maken. Dat geldt alleen voor Luxhout. Wij dachten dat alleen de bronfietsen aangezonden waren, maar kennelijk dat het landbouwverkeer ook. Staat niet in het boekje. Dus bij deze. Heb ik geluk. Ja, heb ik geluk. Maar de volgende dag blijkt de bestuurder nog meer geluk gehad te hebben dan we eerst al dachten. Want... Ik heb het nog uitgezocht van die mobiele bellen met die landbouwtrekker, maar het was echt wel fout, hoor. Wel fout? Ja. Je hebt in dat groene boekje, of dat gele boekje wat jij daar ook hebt staan, heb je allerlei categorieën indelen wat voor voertuigen er zijn, hè? Ja. En... Ja, doordat er toch wel een beetje spanning is als je voor het eerst met al die zenders omloopt, hebben we samen staan kijken, hebben we gewoon samen naar de verkeerde categorie gekeken. Maar een landbouwtractor is gewoon een motorvoertuig en een mobiel bellen is verboden voor motorvoertuigen, bestuurder van motorvoertuigen, bronfietsen en invalide voertuigen.